Bekijk hoe het er deze week in Brugklas aan toe ging tijdens deze weekupdate. Maaike zit sinds kort bij de pestpolitie. En die hebben iedere maandag na schooltijd een vergadering. Onderweg daar naartoe gebeurt er iets vreemds. Ja, nou ja, dan houdt het op, hè? Ja, dat denk ik ook. Ik wilde natuurlijk niet dat meneer Volmers en mevrouw de Jong zouden denken dat ik hun aan het afluisteren was. Maar ik was wel heel nieuwsgierig. Ze waren echt een super serieus gesprek aan het voeren. Mevrouw de Jong was zelfs aan het huilen. Oké, niks tegen Volmers zeggen, oké? Oké, ik moet je iets vertellen. Volgens mij wil Volmers dus mevrouw de Jong ontslaan. Ontslaan? Sst, niet zo hard. Ik was dus net in het traphuis en op een gegeven moment zei de Volmers iets met... Ja, sorry, maar dit is het einde of zo. En mevrouw de Jong was aan het huilen. De volgende. Gijs, zeg maar. Als de schooldag eindelijk voorbij is en Maaike en Gijs naar huis gaan... zien ze in de verte mevrouw de Jong. Tuurlijk vond ik het wel rot hoor, voor de Jong, als ze ontslagen zou worden. Maar het is niet dat we dikke vrienden waren of zo. Mevrouw? Ja? Sorry dat ik vervelend was. Ja. En we zullen trouwens niks zeggen tegen meneer Volmers. Hè, Gijs? Ja, we vinden het namelijk echt heel onterecht dat u ontslagen wordt. Ontslagen? Hoe kom je daar nou weer bij? U was toch net met meneer Volmers en u moest huilen? Ja, maar dat had niks te maken met dat ik ontslagen word. Ik ben altijd wel bang dat ik dingen verkeerd begrijp. Maar dit had ik toch echt gewoon met mijn eigen ogen gezien en gehoord. Nou, oké. Ik dacht dat meneer Volmers misschien eenzaam zou zijn. Hè? Dus toen dacht ik... ik had hem uitgenodigd om een avondje bij mij te komen eten. Maar ja, meneer Volmers die vond dat niet zo'n goed idee... want die wil werk en privé strikt gescheiden houden. Waarom is dat zo erg? En waarom zou je erover moeten huilen? Het is toch niks ergs om samen niet samen te eten? Is het niet duidelijk? Ze heeft een blauwtje gelopen. Ze heeft Volmers op date gevraagd. Romy heeft voor het eerst gezoend met Walt, een jongen die ze online heeft leren kennen. En nu is ze smoorverliefd. Lijkt het je misschien wat om mijn moeder te ontmoeten en haar stomme vriend, hoi? Ja, gezellig. Ja, gaan nou, we doen. Top, kan morgen. Ik heb jou even het adres. Schat, heb je er misschien ook rekening mee gehouden dat Walt zich misschien bedacht heeft? Het is niet niks, hè, om de ouders van een meisje te ontmoeten. Dat zou je wel willen, hè? Dan heb je namelijk gelijk. Misschien heeft je moeder wel gewoon gelijk. En voel jij gewoon meer voor Walt en voelt hij gewoon een stuk minder. Jij bent gewoon jaloers, hè? Je bent gewoon jaloers omdat ik wel een vriendje heb en jij niet. Jij, mijn moeder, jullie zijn gewoon blij, hè? Jullie zijn blij dat hij geen contact meer heeft opgenomen met mij. Maar... Want mijn moeder denkt nog steeds dat hij een creep is. En jij? Jij kan er gewoon niet tegen dat ik minder aandacht voor je heb, hè? Nu ik met Walt ben. Nou, sorry hoor, maar ik vind het heel rot voor je. Maar misschien zit hij gewoon wel te ghosten. Echt klaar met jou, hè? Tirza heeft al een tijdje iets met Damien. En de laatste tijd maken ze samen huiswerk. Damien is mijn vriendje. En mijn ouders zijn eigenlijk best wel chill over. Al moet ik wel altijd de deur openhouden. Dus eigenlijk vertrouwen ze me niet. Ik ga even naar de wc. Oké. Jij wil natuurlijk weten wat het grote nieuws is. Oké. Over een paar dagen hoeven we geen verkeering meer op afstand te hebben. Ik ga terug verhuizen. Over een paar dagen zien we elkaar weer. Tuurlijk vond ik het echt heel leuk om Leon weer te zien, maar ik schrok ook wel echt. Verkering? Met Leon? Ik heb al verkering met Damien. Ik moet gewoon kiezen wat logischer is, wie het meer verdient. En dat is Leon. Want hij was als eerst. Hey. Hey. Ik maak het uit. Wat? Waar komt dit vandaan? Twee dagen later heeft Tirza amper geslapen van de zenuwen. Vandaag komt Leon terug op school. Boe. Hey. Hey. Toen ik hem in het echt zag, wist ik het ineens zeker. Ik vind Leon leuker dan Damien. Ik moet je wat vertellen. Wat is er? Ik wist zeg maar niet dat we het hadden. Omdat Leon weg was en ik niet dacht dat hij ook nog terugkwam... was het voor mij meer alsof we een soort fantasiewereld hadden. Niet echt. Toen jij weg was, had ik een tijdje met iemand anders. Jij op school. Wat? Maar ik dacht echt dat we vrienden waren.
En ik heb het ook meteen uitgemaakt. Meteen toen ik wist dat jij dacht dat we iets hadden. Dus dat is dan geen vreemdgaan, toch? Tirza vond dus dat ze niet echt was vreemdgegaan, omdat ze dacht dat we niet echt iets hadden. Maar sorry hoor, daar word ik echt niet vrolijker van. Wil je het nu uitmaken? Nee, dat is niet nodig. Dus je wil wel verkering? Nee, dat is niet nodig, omdat het dus kennelijk nooit aan was. Maar ik wil wel dat het aan is. Ja, jij wel. Noori heeft een weddenschap met klasgenote Billy die niet helemaal ongevaarlijk is. De winnaar trakteert de verliezer op een kilo snoep uit het winkeltje. Wie het eerst aan de overkant van het schoolplein is, is de winnaar. Er is één regel, niet met je ogen open. Ogen dicht. Billy zei dat ze niet zou ontbijten, zodat ze extra veel snoep op zou kunnen. En dat was echt iets wat ik ook had gedaan als ik had gewonnen. Misschien vind ik haar daarom wel zo leuk. 3, 2, 1, go! Pas op! Gaat ie? Mijn hele scheenbeen is blauw. En moest je Billy ook nog eens morgen trakteren op een snoeplunch uit het winkeltje? Ja, maar kijk, daar heb ik wel weer zin in. Wat? Ja. Waarom? Ik wilde een date met Billy. En het is gelukt. Yo, pak af. Ga je last van je blauwbeen? Komt wel goed, joh. De volgende dag is Noori helemaal klaar voor zijn snoeplunch met Billy. Wegens omstandigheden gesloten. Oh, jongens, sorry. Ja, als jullie iets wilden kopen, het winkeltje zit dicht. Ja, waarom? Ja, we hebben helaas niet genoeg personeel om het te bemannen. Yvonne is ziek. Als je echt naar binnen wil, hebben we de sleutel nodig. En die ligt in het hok van de jong. Gijs had gelijk. Die sleutel hing in het hok van de jong. Dus wij wachten tot ze heel even weg was en toen gelijk die sleutel gepakt. Hey. Hey. Ik hoop dat je heel veel honger hebt. Moet je dit wel doen? Het winkeltje is toch dicht? Voor jou is die open. Misschien kunnen we ja, het vaker doen, dit. Snoeplusjes houden en zo. Wat doen jullie hier? Hoe komen jullie hier binnen? Wat is er met dat snoep? Ja, sorry, oké, meneer. Het winkeltje was nooit dicht en ik had echt honger. Ik wilde wat eten. En ik was sowieso van plan om het terug te betalen. En de sleutel en het... Je bent echt heel erg over de scheef gegaan nu. Terwijl het net zo goed met je leek te gaan. Ja, sorry, meneer. Ik betaal al het eten terug dat ik heb gegeten. Allebei een maand lang corvée. Elke pauze. Sleutel. Bij CKV is de klas van Romy bezig met een project over social media design. Deze week werkt iedereen aan een favoriete emoji. Hey, Maaike. Sorry dat ik te laat was. Ik ging dus met de fiets, maar mijn band was lijk, dus ik moest lopen en ja. Nou, het maakt niet uit. Ik zie het wel een keer door de vingers. Ga maar zitten. Ik dacht dat je altijd eerlijk moest zijn tegen je vriendinnen. Nou, ken ik dus niet. Want Romy werd laatst super boos op mij toen ik zei dat ik dacht dat Walt haar misschien aan het ghosten was. Ja, sindsdien doet ze echt super raar tegen me. Ik ben dus door Walt's en TokToks gaan scrollen. En toen zag ik bij een bepaalde video dat er een stukje school achter zat. Ja, ik ga daarheen. Wat, nu? Ja, als ik het laatste uur skip, dan ben ik daar misschien nog voor zijn school uit is. Daar was je al niet bij. Ik dacht dat Romy niet zou willen dat ik meeging. Maar ik vond dat ik er voor haar moest zijn. En dat doe je als je vrienden bent. Hey. Hi. Heb je Walt nog gesproken? Of gezien? Nou ja, het is echt super toevallig, want ik hoefde dus niet eens naar zijn school. Ik kwam hem gewoon tegen op straat. En is er nog wat gebeurd? Wat bedoel je? Nou, kijk. Ik was daar toevallig ook. En toen zag ik jullie... Stond je ons te bespieden? Nou nee, niet zo bespieden, nee. Maar ik keek gewoon even. Ja, doei. Sorry, het spijt me. Ja, ik vind het echt een beetje raar, hoor. Je gaat toch niet iemand zomaar achtervolgen? Kijk, ik wil er gewoon voor je zijn. Ik vind het echt wel een beetje raar, hè? Ja, ik soms ook. Ja, ik heb jou een heel verhaal lopen vertellen over dat Walt me zo super leuk vond. Maar ja, hij negeerde me gewoon omdat hij gek werd van al mijn appjes. Oh, god voor je. Hij had wel echt een rare kledingstijl. Oh. Een keer moment? Nee, hetzelfde wel. Zijn kledingstijl was inderdaad een beetje apart.